heel bewust hebben gekozen voor het thema Aanzien. Want deze coronacrisis heeft een paar dingen heel duidelijk blootgelegd. De kwetsbaarheid van ons leven werd krachtiger dan ooit. Dus als we echt willen dat de wereld er straks anders uitziet, dan moeten wij het als samenleving aandurven om andere en betere keuzes te maken. Hoe heet hij, die vader die wegens zijn scheiding geen huis meer kan vinden, omdat de woningkrapte zo erg is toegenomen? Hoe heette zij? In coronatijd was ik gewoon alleen. Echt alleen. De helft van onze economie draait op fossiel. Er moet meer van dit soort films komen om te laten zien dat onze beeldvorming over Afrika is achterhaald. Bemoedigt mij dat we hier niet alleen in staan, maar dat we het samen willen doen. Als gerechtigheid iets is, is het dat je in de mensen om je heen, dat je die echt ziet. In plaats van alleen maar naar ze kijkt. Ja, wat is nou wat mensen echt nodig hebben? Dat is iemand die er voor hen is, die hen ziet, dat ze gezien zijn. Juist als we willen op gaan staan voor recht, dan is bidden het meest effectieve wat we kunnen doen om het gevecht aan te gaan. We are the extension of Jesus in this world. En we kunnen veel meer doen dan we zelf beseffen. Wat ik meegepikt heb de afgelopen dagen was heel veel herkenning. Dat het veel breder wordt opgepakt dan ik zelfs om denk, dat geeft me ontzettend veel hoop. Het heeft me aan het denken gezet. Ik heb ervan genoten. Super bemoedigend om het met elkaar te doen. We willen recht, Heer. We willen recht. Voor hier in Nederland, maar veel verder dan wij kunnen zien. We willen zien met onze ogen. Dat is wat we verlangen.